Hallo, hallo. Goedenavond. Eens even kijken, er zijn al mensen die meekijken. Oh, leuk. Goedenavond. Hallo. Pak er zelf ook een glaasje water bij. Genoeg water drinken is de eerste tip voor vanavond al. Of een glaasje wijn. Dat is misschien wel vroeg in de week. Koffie, chocomel. Ah, leuk, leuk, leuk. Veel. Super. Ik ga mijn live staan doen vandaag. Hey Vera. Ik schmink mij ook elke dag staand. Mijn grote spiegel hangt hier ook tegen de muur op. Dus ik vond dat de gemakkelijkste manier om het te doen. Ondertussen zijn de mensen nog aan het binnenkomen. Hallo. Ze zwaaien, hè. Goed. Voilà, Sam. Hi. Allee, toch al bekende mensen, dat is leuk. Goed. Het is wel heel confronterend om hier zo te staan zonder make-up op. Het was ook snel klaargemaakt. Zonder make-up, voilà, Sam. Ik denk dat we er ongeveer zijn. We zijn met een vijftigtal. Hey Ingrid. Ja, papa. Ik ga beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Rosalie Fabri. En ik ben de ambassadrice van I Am Clean. Ik ben de Epic. En zo hebben we elk ons eigen karaktertje eigenlijk. Dus dat was wel leuk dat ze ons ervoor gevraagd hadden. En nu ook voor deze live te doen. Als job werk ik bij Labothea in Hasselt. Als digitale marketeer. Dus eigenlijk, ik ben geen visagiste of ik zit niet in de make-up. Dus dat was ook wel fijn. Mijn zus, Josephine, heeft wel stage gedaan bij 100% 2 jaar geleden. En vorig jaar. Dus was ze wel aan het rollen geraakt. En ondertussen zitten onze kasten en la's allemaal vol met minerale make-up. Dus dat is helemaal. Ze hebben ons al helemaal voor hun gewonnen. Dus dat is wel goed. Bij La Bottega doen wij ook lives. Daar sta ik meestal wel achter de camera. Dus nu was het wel eens even aanpassen om er zelf voor te staan. Ik hoop dat het geluid ook luid genoeg is, maar ik denk het wel. En anders bij jullie thuis ook eventjes zelf wat harder duwen. Even om een inleiding te geven. Ik maquilleer mij niet enorm fel, om zo even te zeggen. Maar ik maquilleer mij wel elke dag. Dus ik ga niet buiten zonder mascara. Want ik heb blonde wimpers. Je gaat zelfs zien hoe goed ik bevriend ben met mijn mascara. Omdat dat gewoon al heel veel doet. Dus ik ga niet naar de bakker, niet naar de brievenbus zonder toch mijn mascara en blush op te hebben gedaan. Dus ja, ik vind dat wel een belangrijke. Dus ik vind ook wel goed dat wat ik op mijn huid smeer, die 365 dagen van het jaar, dat dat toch ook goede producten zijn en dat die ja, werken op je huid. Dat die iets doen voor die huid terwijl dat die daarop zitten. Dus, en dat is bij I'm Clean zeker het geval. Ja, ze zijn heel. Ja, beschermend, ze zijn voedend, ze laten zuurstof door, ze gaan niet verstoppen. Dus ja, komt alleen maar ten goede. Ik doe ook sowieso wel dagcrème op altijd en ik reinig ook heel goed. In mijn dagcrème zit al zonnefactor 20 en in alle I Am Clean producten ook nog eens 15. Dus op dat vlak zitten we wel goed gecoverd, denk ik. Ik vind het ook wel belangrijk. Ja, dat als je goed reinigt, dat ook de roodheden niet doorkomen. Want vroeger, ja, zeker als tiener, heb je daar sowieso last van. En dan probeer je dat te verdoezelen, terwijl dat je eigenlijk het moet schoonmaken. Dus we zullen eens beginnen. Met het eerste product van de lijst, of ja, van de aantal die ik hier voor me heb liggen. En dat is de Liquid Foundation. Dat is eigenlijk een hele toffe. Ik gebruik dat niet elke dag, maar het doet wel veel. Ik heb de medium. Die zijn in 3 kleuren: light, medium en iets donkerder. Ik doe daarvan een pompje op mijn hand. En dan gebruik ik deze schuine borstel.
de liquid brush om dan even te deppen en om puntjes te zetten op mijn gezicht en dan beginnen uit te smeren. Ik doe dat vooral rond mijn neus, allee, zo mijn T-zone eigenlijk, omdat ik daar vroeger het meeste puistjes heb gehad of zo en de meeste roodheden heb gehad. Het is ook belangrijk dat je in het begin de puntjes zet door heel het gelaat, dus dat je overal eventjes het product verspreidt. Hè. Ze zijn hier ook naar elkaar aan het wuiven, dat is leuk. Als er vragen zijn, mogen we zeker stellen gedurende of daarna. Voilà. Ook eventjes over de oogleden. Er zijn ook primers, dus ze hebben een oogprimer en ook een gelaatprimer, maar... Ja, dat is goed als we nog eens op stap of zo mogen. Of als je weet dat je s'avonds laat nog een belangrijke meeting hebt. Dus zij houden echt wel die make-up op hun plaats. Maar ik vind het ook al voldoende met deze liquid foundation. Zeker de hals niet vergeten. Ja, niks is zo ampetant of lelijk dat als je mensen ziet en dat stopt zo aan de zijkant van hun gezicht. Ja, ik gebruik nu de medium kleur. Ja. Ik denk dat ik wel een redelijk standaarde huid heb. Maar ik gebruik daar ook niet veel van. Het is niet de bedoeling dat je met de foundation een tint donkerder gaat dan je eigen huid. Of lichter ook niet. Eigenlijk moet je zo goed mogelijk de kleur van je huid proberen te evenaren. Ik weet niet wie er van jullie al de test heeft gedaan op de website van I Am Clean. En dan kon je aan de hand van vraagjes uitkomen welke ambassador met jullie overeenkwamen. Dus wie dat de Epic is uitgekomen, wil ik wel eens weten. Maar degene dus die Epic zijn uitgekomen, het karakter van Epic is eigenlijk toch wel een beetje dat fashionista zijn. Dus ik heb dat ook een beetje terug laten komen vanavond. Dus aan de hand van... een aantal kleuren wil ik u ook wel eens laten zien dat ik mij niet elke dag hetzelfde schmink of make-up. Dat hangt, dus ik heb van alles hier klaar hangen. Bijvoorbeeld een lichtere kleur. Dan pas ik mijn make-up eigenlijk aan naar de kleur die het dichtst bij mijn gelaat is. Dus als ik nu een witte broek aan heb of zo, dat maakt niet. Het is de kleur die het dichtst bij je gezicht is, die daar een invloed op heeft. Dus als ik een lichte kleur aan mijn gezicht doe, ben ik wel alles geneigd om mij iets bruiner te maken. Of toch iets meer blush of iets meer een gekleurde lippenstift dan anders. Omdat ik er anders nog eens te bleek uitzie met die kleur. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld met een felle kleur. Dat heeft ook een effect op je gelaat. Of we dat nu willen of niet. Wat zit er in de Curious Box? Ook een staaltje van de Liquid Foundation. Ja, ik denk het wel. Ja, en dat heeft Charlotte ook geantwoord. Dus dat is goed. Ook de structuur van de stoffen die je daar dichterbij aandoet. Als in dat pailletten naar de feestdagen toe... Dat kan al heel vaak uw huid ook al doen, doen glowen of doen shimmeren. Dus dat is al heel fijn. En dan moet je daar ook weer rekening mee houden. Bijvoorbeeld velvet ook. Dat heeft al zo'n glansje. Dus ja, ik hou daar enorm rekening mee. Of ik dan zorg dat ik niet te bleek ben. Of mijn warme kleur, nog een warmere kleur, laat terugkomen. Hetzelfde met oorbellen, hetzelfde bij brillen. Ik heb er hier nu een aantal klaar liggen, bijvoorbeeld hier. Dat is eentje, die is daar direct bij. Dat is dus een hele warme kleur. Bijvoorbeeld dit. Ja, dat is meer koeler. Dat is blauw. Dan kun je met andere dingen daarmee combinaties maken. Ook nu, de kleur die ik aan heb, dat Bordeaux rood. Daar gaan we subiet goed mee oppassen. Want die kleur, dat laat de roodheden in je gezicht nog eens extra naar voren komen. Dus dat vind ik wel belangrijk, ook als je rood aan hebt, dat je zorgt dat je gezicht heel egaal
is. Want anders, ja, dan komt er alles naar voren wat je niet wilt dat geaccentueerd wordt. En dat kunnen we goed oplossen met de concealer. Dat is eigenlijk precies een lippenstiftje. Met een magnetische dop. Het is super gemakkelijk. Hij is redelijk crème. Maar als je hem opdoet op de plaatsen en dan met de vinger of met het penseel, maar ik doe dat graag met mijn vinger, wordt het precies een soort, ja, een soort poeder. Dus dat is eigenlijk wel een hele leuke samenstelling. Soms doe ik dat aan deze binnenkant van mijn ogen als ik moe ben of wat slecht geslapen heb. Ik doe het ook heel vaak aan de zijkant van mijn neus of op mijn kin. Als ik daar zo littekentjes of zo heb gehad van puistjes of iets dergelijke. Of nu in de winter, als je veel je neus moet snutten, als je van de fiets komt of zo, dan is dat al wel eens vaak geïrriteerd. Dus veel doe ik daar ook niet zo van. Want dat covert enorm goed, vind ik. Goed aan de binnenkant van je oog en dan... Voilà. Die komt op 20 euro. Ik moet wel zeggen, ik denk dat je er lang mee toekomt. Je moet daar niet heel je gezicht mee gaan doen. Maar ik vind het wel... Ja, hij covert heel goed. Ja, ik vind het echt leuk. En hij vult ook zowel de grote porietjes op. Ook voor een iets oudere mevrouw bijvoorbeeld. Dan zijn de poriën hier al iets groter. Voilà. Ik ga even een slokje water nemen. Dus nu hebben we de liquid foundation gehad samen met de concealer om te zorgen voor een blank canvas. Nu gaan we nog eens alles vastzetten met de powder, dus de losse foundation eigenlijk. Dat vind ik de leukste, die gebruik ik elke dag. Ik kan me zelfs niet meer inbeelden een dag dat ik het niet gebruik. Het werkt eigenlijk met het ding, dat is zo'n rastertje, open te draaien, in het dekseltje te doen en dan zelfs met de kabuki... over het gezicht te gaan verspreiden. De kleur die ik heb is pink 2. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Het is heel belangrijk dat je even de tijd neemt ook weer voor je huid een beetje te analyseren. Want ik verschil bijvoorbeeld in de zomer en in de winter van kleur. Dus ik heb nu de pink, maar we hebben ook de peach. En ik vind dat ik in de zomer ietsje geler toon, iets bruiner. Dus vind ik mij met de peach beter, een betere match. En in de winter vind ik dat al eerder die pink. Dus dat kan. Dat je dan een wat rozer bent en dan een beetje geler bent. Maar je zou dat eigenlijk eens moeten doen als je ongeschminkt bent. Je komt uit de douche of je staat 's ochtends op en je gaat eens voor het raam staan. Hè, want je hebt daglicht nodig om dan... is te vergelijken met de huisgenoten of je gezin. Of is om te zien hoe fel dat eigenlijk... Ja, hou de handen eens tegeneen. Hoe fel dat kan verschillen. En dat niet per se de make-up die je vriendin heeft of je zus of zo, dat ook goed is voor u. Dus laat je eigen pakket of laat je eigen dingen samenstellen. En dan gaat je er veel beter uitzien. Dus nu hebben ze ook bij... I Am Clean is er ook een Curious Box. Dat is misschien wel leuk. Om te bestellen. En dan kun je eigenlijk een beetje testen. Daar zitten kleinere testertjes in dan zo'n grote direct. En dan kun je zien van ja, vind ik dit nu beter bij mij? Staat dat beter? Maakt mij dat wat duffer? Of laat mij dan nu juist beter mijn huid naar voren komen? Dus ik ga hem ondertussen eens doen. Want ik ben wat aan het babbelen. Dus ik doe poeder in mijn dekseltje. Dit is een kabuki. Heel tof. Eigenlijk is dat wel een setje. Dus als je die losse minerale foundation koopt, zou je eigenlijk die kabuki erbij moeten kopen. Duwen. En goed draaien. Dus echt zorgen dat al die deeltjes in die borstel gaan.
Dan weer stippen zetten over het gelaat. En beginnen blenden. En het leuke hier ook weer aan is, is dat je kan stoppen na de eerste laag. Wat ik wel eens vaker in de zomer doe, dat ik denk van we gaan toch nog een beetje in de zon liggen en zo. Een kleine basis, een kleine coverage en we zijn good to go. Met weer al de nek. Maar in de winter, ja, mag dat wel eens dat daar ja, nog eens een laag over gaat. Dus ik neem liever ook iets te weinig dan iets te veel. Want dat is wel leuk dat je dat bij deze wat kan opbouwen. Hè. En eigenlijk, ik heb nu al 2,5 laag op. En ik voel eigenlijk nog altijd niet fel dat ik het op heb. Dus dat is wel heel fijn. Voilà. Ook als de overgang van de winter naar de zomer is, kun je ook eens een pink over die peach doen. Voor dan een beetje, ja... Een gemakkelijkere overgang van... In de Curious Box zit de kabuki al, ja. Dus de rest krijg je er cadeau bij. Ja, dat is wel een goede manier om te bekijken, Vanessa. Goeie tip. Nu hebben ze ook kerstboxen. En die kunnen jullie pre-orderen op de website al. Dus ze gaan die leuk samenstellen, mooi inpakken. En daar zijn een aantal starterspakketten bij, maar ook uitbreidingspakketten. Alle borstels zitten daar samen in. Of een shimmerpakket voor de feestdagen of zo. Dus zeker eens gaan googlen. Ja, ik denk nu is het gelaat dik in orde. Ik ben wel fan van hun oogpotloodjes. Want ik doe dat eigenlijk ook altijd. Ik zet mijn ogen wel graag in de kijker, omdat ik wel iets... dikkere lippen heb, ga ik minder snel een rode lippenstift doen of daar heel veel de aandacht. Ik leg liever de aandacht op mijn ogen. Ik heb heel bruine ogen, diep donkerbruin. En vroeger dacht ik altijd, bij een bruin oog hoort een bruin lijntje. En dat deed ik dan ook. Tot een vriendin van mij zei, maar jij mocht daar wel eens een andere kleur ook zetten. Je mocht er eens paars zetten of eens donkerblauw of eens groen. Of eens... En ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Hoe gaat dat eruit zien? Maar ik ben het dan eigenlijk eens gaan proberen en al gaandeweg vind ik dat eigenlijk, dat geeft zoiets speelser, dat geeft iets meer dan bruin met bruin. Dus ik ben heel blij dat I'm Clean de groene heeft. Dat is echt zo wat mosgroen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, ik heb hem al veel gebruikt. En ik had in het begin wat schrik dat hem zo ging trekken en dat er dan zo uw velke gaat overspringen, maar... Dat is niet het geval. Je moet eens zien hoe weinig ik duw en hoe snel hem al kleur afgeeft. Dus het is echt... Allee, ik vind het heel fijn. Het doet niet pijn op je oog. Je begint van binnen en je gaat naar buiten. Goed doortrekken, niet stoppen waar je oog stopt. Trek ietsje verder, want je mascara gaat daar ook dat effectje doen. Voilà. Dan ietsje verder. Zo. Nu hebben ze daar ook borsteltjes bij. Tweeter. Je kunt dat doen, maar ik doe dat zeker niet elke dag. Je kunt dat een beetje beginnen blenden. Dus dat is deze lange. En dan smoet je dat eigenlijk zo'n beetje uit. En dan, ja, is dat zo al wel een beetje... minder afgeleid, zullen we het zo zeggen. Dus dat is nummertje 6, dat is de blending. En nummertje 7, dat is eigenlijk echt voor de oogschaduw op te brengen. En kijken of er vraagjes zijn. Nathalie vindt het ook zalige potloden. Ja, ik vind het ook, het is echt. En ze hebben ook nog een cream. Dat is voor aan de binnenkant van uw waterlijn te zetten. Dus als we ooit nog eens terug op stap mogen gaan of zo, is dat wel echt heel fijn om op te doen. Dan maakt die ogen nog groter. Nu heb ik ook nog een leuke tip voor jullie. Wat ik er wil in verwerken, maar ik doe dat zeker niet elke dag. Dat is een klein lepeltje dat jullie moeten gebruiken. En dat kunnen jullie op je oog zetten. Om dan eigenlijk in die arcadeboog nog een extra accent te leggen. En ik vind dat wel tof om niet heel uw
ooglid eigenlijk ja, altijd in een kleurtje te zetten. Vind ik het ook leuk, zoals bijvoorbeeld Twiggy vroeger. Hè, die had dat zo een extra lijn daarachter en dat gaf direct diepte. Want nu vind ik, hè, mijn gelaat is egaal, maar redelijk ja, saai. Daar zit nog geen diepte in. Die blush moet speed nog komen. Ik heb het wel warm. Ik denk dat dat de kleur is van mijn wangen al. Maar ik ga nu een beetje oogschaduw gebruiken. Er is de losse oogschaduw. Er is ook een compacte oogschaduw. En die komen, of ja, die kan je zelf samenstellen in zo'n paletje. Dat zal ik je zelfs laten zien. Dus ik ga nu voor koper. Dat is een beetje roodbruin. Ik vind dat mooi met deze jurk. En met dat wijnrood. Dus ja, daar kijk ik altijd naar. Hè, van wat heb ik aan? Een warme kleur. Oké, daar kunnen, en dat kan een warme lip bij. En iets warm op het oog. Heb ik bijvoorbeeld die felle blauwe trui aan van juist. Hè, die ik had laten zien. Ja, dan kan dat zo iets paarser of iets meer. Ja, ook dat vuiler. Dus ik hoop maar dat ik duidelijk ben in mijn tips. Ik weet niet of het fel gaat doorkomen op de video, mijn lepeltje. Even aftikken, mag ook altijd. En dan... Zien jullie het? Er is ook een oogprimer, als jullie heel geïnteresseerd zijn in de... En alles van het oog. Dat is ook altijd leuk, hè? Dat je je niet meer moet zorgen maken dat dat tussen die lijntjes komt of zo. Is er bij I Am Clean ook een oogprimer? Welke kleur was dit? Eens kijken. Dit was koper. Copper. Dus C-O-P-P-E-R. Ja, is echt wat rodere gloed. Maar dat doe ik zeker niet elke dag. Zo ga ik zeker niet werken. Voilà. Maar dat is leuk om eens te proberen met die lepel. Veel moet dat soms niet zijn. Nu ga ik naar mijn mascara. Een goede vriend. Ik heb de zwarte. Ze komt in twee kleuren. Bruin en zwart. Is niet waterproof. Maar moet ook niet, vind ik. Wel als je op vakantie gaat. Maar door de dag moet dat zeker niet. Want dat is eens zo moeilijk en veel gevrijf om dat 's avonds af te doen. En dan vind ik dat, ja, deze huid is al heel fragiel. Dat je daar niet zo moet op gaan beginnen wrijven om dat af te krijgen. Goed aan de wortel aanzetten. De meeste vrouwen zullen ook wel zo hun mond open doen. Ik weet niet waarom dat we dat allemaal doen. Maar je gaat zien dat er een enorm verschil mij met of zonder mascara. Voilà, van onder ook. En dat opent uw blik. Voilà. Hé, nu voel ik hiermee al wat meer aan uw kleed. Dus ja, heel mooi. Hij zet hem echt zo naar buiten. Celeste, meteen even de Curious Box bestellen. Top. Ja, nu zijn we, dus ogen zijn wel oké. Maar die zijn helemaal in orde. Wat ook wel gemakkelijk is, als op de website van I Am Clean staan al hun producten per categorie. Dus daar hebben de ogen een categorie, daar heeft foundation ene categorie, daar heeft lippen ene categorie. En onder die ja, noemer hangen dus dan de extra producten. Dus je moet niet in een lijst gaan beginnen zoeken en kijken welk kleurtje het nu was. Dus als je klikt op bijvoorbeeld, ik zeg maar, en nu komen we aan de blush. Je klikt op blushes en bronzers noemt het. Dan kan je kiezen, wilt je de losse blush, wilt je de compacte blush, de bronzer. Als je dan kiest op je productje. En dan daaronder komen pas de kleuren.
Dus het is niet dat het een website is met 25 pagina's waar je moet beginnen scrollen. Dat is niet het geval. Het staat heel compact erop met de prijs erbij en de ingrediënten erbij. En dan kan je zo pas bij de derde stap eigenlijk je kleur kiezen. Maar dus laat zeker een beetje, laat u wat tips geven. En er is nu ook 1-op-1 advies. Dat kan zowel online via een videocall. Kan ook via de chat of je kan naar een van de verkooppunten gaan. Want ik denk dat die van vandaag terug open zijn. Dus dat is echt een beetje een analyse maken van je huid. Zit jij wat geler, wat rozer? Welke dingen zijn, welke tinten zijn mooi bij u? En dat je zeker niet de foute dingen of de foute productjes aankoopt. Dus nu de blush. Opnieuw hetzelfde als de losse foundation. Beetje in het dekseltje. Ik ga direct eens zien welke kleur ik gebruik. Ik dacht de peach. Ja, Anneke zegt we zijn open. Dit is de blush brush. Dus niet met de kabuki opnieuw. Dit is de langere versie. En dan onder het midden van je oog eigenlijk aanzetten. En naar buiten. Beetje kleur op dat gelaat. Voilà. Voelt heel leuk. Dat is echt niet dat er zo'n dikke laag of iets op je huid zit. Eens kijken. Ik gebruik de peach, zoals ik al dacht. En ik gebruik bij mijn foundation de pink. Dus het kan dat je dat combineert. Ja, dus het rozere met het gelere en andersom. Dus dat gaat perfect. Voilà. En zeker ook leuk om te weten dat dit goed is voor... ik heb genoeg gebabysit in mijn leven om... Ik weet niet of ze aan het kijken zijn, of de mama's misschien. Om cadeau te doen aan uw tienerdochter of uw medekind. Of een meisje van 12, 13 jaar dat voor haar eerste make-upje wil gaan. En eigenlijk zijn dit top producten. Want het is juist die huid die in die moeilijke overgangsfase zit met heel veel hormonen en zo. En ze gaan al die roodheden, al die relief willen toeplamuren eigenlijk. En dat is niet, dat mag niet, want dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Ik ben ook vaak naar schoonheidsspecialistjes gegaan om het te laten reinigen en te laten ademen en om dat dan terug... die foute producten op te smeren, zit je terug een stap naar achter en terug bij af. Want we tonen hier nu wel altijd heel dat gamma, al die stapjes, die 6-7 stapjes. Maar het is perfect mogelijk om te zeggen van oké, ik koop voor mijn dochter haar eerste blush. En misschien de bruine mascara of zo om haar te laten starten. En dan zijn dat goede producten. Dan, daar kan niks mis mee. Daar zitten geen schadelijke stoffen in. Dat is nog herstellend, ook voor de huid. Dus... leuk tip voor onder kerstboom misschien. En het is ook ontstekend remmend. Dus dat is misschien ook wel interessant als er kleine ontstekingsjes zijn, kleine pijntjes. Is dat wel fijn. Dus ze herstellen nog op je huid. Nu zijn we bij deze beland. Dit is ondertussen ook het refillable palet. Dat is een magneetje. En hier zit nu de compact bronzer in. Dus dat is ook een magneet. Dus eigenlijk is dat gewoon daarin leggen en het hangt vast. Hier kunnen ook 4 losse, kleinere oogschaduwtjes in. Die je dan samenstelt naar de tinten die bij u passen. Maar ik ga nu even voor de bronzer gaan. Daarvoor mag wel terug de kabuki. Ook weer even deppen. En dan niet over heel je gezicht gaan. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is... Hetzelfde ook bij kleding. Hetgeen dat je donkerte geeft, gaat een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Hetgeen dat je licht geeft, gaat naar de voorgrond komen. Dus dat is hetzelfde als jij een zwart kleed aan hebt of een zwarte broek. Dat gaat je ook optisch versmallen. Een beetje smaller doen laten lijken dan als je helemaal in het wit gekleed bent. Of heel licht. Dus dat is hetzelfde met een bronzer en een highlighter. Bijvoorbeeld Kim Kardashian gaat daar heel ver in. Hè. Die doet zelfs hier aan de zijkant van haar neus donker om haar neusje smaller te laten lijken. En dus het is maar een leuke tip. Waar zet ik dan meestal? In mijn haarlijn.
hieronder mijn blush stukje eigenlijk, dus onder je kaakbeen, om zo een beetje te zorgen dat je zo een beetje ingevallen wangetjes hebt. En dan ook vooral hieronder. Dus, en dat moet ook zeker niet te veel zijn. Dus zo een beetje, ja, naar de zon. Nu ben ik hiermee aan het schminken in mijn gsm. Dus niet uw blush en uw bronzer door elkaar. Ze hebben wel echt elk hun plaatsje. Vanuit het middenste van uw oor mocht je eigenlijk zo wat naar voren komen. En uw blush zit daarboven. Hè. Voilà. Ook voor dames die ja, hier bijvoorbeeld al een diepere lijn hebben bijvoorbeeld. Dat is ook wel een stof om dat zo te doen. Alles wat je donker geeft, verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Dus daar gaat al zeker geen accent op liggen. Dus, voilà. Goed, mijn wenkbrauwen zouden nu de volgende stap zijn. Maar ik verf die, omdat ik anders zo wenkbrauwtjes, zo heel blond heb. En als ik dat elke ochtend moet doen, dan ben ik 10 minuten kwijt. Dus ik laat die verven bij een schoonheidssalon. En dan ben ik 4 weken goed ongeveer. En dan moet ik opnieuw gaan. En verven ze die opnieuw. Maar dat zit dus ook wel in het I Am Clean pakketje. Dus hebben we een bruine of een blondere potlood. En ja, daar heb ik echt niet zoveel van nodig. Je kunt soms zo wat opvullen. Hè, als je zo een gatje hebt ergens. Of de kleur is toch al een beetje aan het verdwijnen, want ja, als je gezicht veel reinigt of gedoucht, dat is gelijk gewoon een verf, hè. Dat gaat ook een beetje af. Voilà. Ik vind wenkbrauwen wel heel belangrijk, want die zorgen toch voor de expressie op je gezicht. Want als je nu een foto neemt van ver, dat is wel belangrijk dat je dat ziet. En als dat blond is, dan heeft dat een heel vreemd effect. Dit is de borstel trouwens voor de wenkbrauwen, de brow eyeliner. Dat is zo'n platte. En daar kun je eigenlijk heel kort en goed die kleur mee vastzetten. En zo kant je eigenlijk ook zo'n beetje wel je wenkbrauwharen. Allee, haartjes. Voilà. Maxel. Leuk. Ik denk dat we bij het laatste zijn aangekomen. De lippen. Of een lippen. Ze hebben er 3 verschillende. Of ja, 3 verschillende productjes heeft I Am Clean. De lippenstift. De lippenpotlood. En de lippengloss. Zelf ben ik liever voor, of ga ik liever voor een lippenstift. Wat ook heel fijn is aan het potloodje. Als je dat zet, blijft het iets langer zitten. Sommigen doen ook bijvoorbeeld een beetje van een primer over de lippen. Dat dan ook fixeert eigenlijk. Hè. Ik start altijd bij mijn M. Dus dat ik dat boogje heb. En dan rustig naar de zijkant. En naar de ander. Ik kleur het ook niet altijd in. Soms wel. Het is snel gedaan. Dat is ook weer een hele zachte. Trekt niet. Dus dit was, eens kijken welke kleur dat was. De Skin. Ik vind hem eigenlijk al redelijk donker voor Skin. Maar hij is heel mooi. Hij is echt heel mooi. Dus de match van het warm komt terug. Hè? Warm op de ogen, warm op de lippen en dan in het kleed. Dan de lippenstift, dat moet een heel klein beetje over. Ah ja, dus het potloodje was de Skin. Ik weet niet of dat is al redelijk rood voor Skin. Hey Isaline! Ah, kei leuk! Zelfs van Kortrijk zijn ze aan het meekijken. Hè? En dan voor de lippenstift ben ik voor de Breathless gegaan. En dan opnieuw aanbrengen. Opnieuw ook met een magneetje. Het is wel leuk dat die niet in je toiletzak
kunnen opengaan of dergelijke. Dit is de breathless. En wat ik dan ook heel vaak doe, dat het niet op glazen of op je pen blijft zitten. Of zo. Dus alles wat hier niet ophangt, is een beetje te veel. Voilà. Het jammer is dat ik nu heel weinig lippenstift nog opdoe, omdat wij allemaal met die mondmaskers aan het rondlopen zijn. Het is wel gemakkelijk. Ook goed voor de portefeuille, dat we niet de hele lippenstiften moeten bijkomen. Ik vind dat wel heel jammer, want ik heb dat wel graag op. Zeker deze ook, die voelen heel ja, voedend, bijna een labello. En ja, dat is jammer. Ik heb er geen tips voor dat uw make-up, hè, want dat is over heel dit stuk eigenlijk, dat uw make-up al 's ochtends voor je aan het werk te goed toekomt, dat het al in je mondmasker hangt. Dus dat is wel jammer. Je kunt dat een beetje met zo'n fixer vastleggen, maar nog. Het blijft, het is omdat het tegen je huid een beetje op en af gaat, dat het, ja, dat geeft af. Dus dat is 's middags een beetje bijdoen. Ik heb ook vaak de lippenstift in mijn handtas zitten. En als ik zeg van, nu zie ik er 's middags toch wel wat moe uit, of doe me mijn blushes helemaal af door mijn mondmasker, durf ik het ook alles voor hier puntjes te zetten. Of in de auto, of ik moet naar vriendinnen, of ineens naar mijn grootouders of iets. En dan, hup, uitwrijven. En dan, je moet... Allee, het zijn goede kleuren, maar je kunt ze een beetje overal een beetje vastspelen. Dus, voilà. Ik ga mijn oorbellen aandoen. Die met mijn kleed horen. En dan was dit een geslaagde outfit, of een geslaagde look met make-up erbij. Voilà, ik weet niet of er nog vraagjes zijn. Ik ga eens terugscrollen, maar ik denk dat ik ze allemaal gehad heb. Wij zijn open, schoonheidsinstituutjes. Meteen de box besteld. Nee, goede tips. Thanks. Voilà. Goed. Ik hoop dat jullie de test doen op de website om een beetje te kijken in welke richting je moet zoeken naar de juiste kleuren voorbij. Oh, dank u. voor bij jezelf. Zeker altijd even ja, de tijd nemen om dat goed te doen. Want dan ziet je er ja, eens zo beter uit. Of gaat je daar beter in voelen dat je samengestelde kit is van producten. En dat je je daar goed bij voelt. En als ik nu eens een andere dag een andere kleur aan heb, dan gaat dat een andere lippenstift zijn. Dat kan iets donkerder zijn. Dat kan iets nieuwder zijn. Dat hangt echt af ja, aan het geheel. Met de bril die ik opdoe, met de muts die ik opdoe. Dus, goed. Allee, dan wens ik jullie allemaal nog een hele leuke avond. En bedankt om te kijken. En hopelijk tot een volgende keer. Bye!